Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. Voordat u van uw droomhuis kunt genieten, zijn er nog een aantal keuzes te maken waarmee u de woning naar eigen wens kunt aanpassen. Wij denken graag met u mee en begeleiden u bij deze belangrijke keuzes. Niet lang na het tekenen van de aannemingsovereenkomst belt uw kopersbegeleider u voor het maken van een afspraak om uw wensen te bespreken. Dan vervolgens zou ik graag een adviesgesprek met u inplannen en ons ideeënboekje aan u toesturen ter voorbereiding. Door vooraf het ideeënboekje door te nemen en met behulp van de uitdrukmeubels en plattegronden na te denken over de indeling van uw woning, krijgt u een beter beeld van de mogelijkheden. Tijdens het adviesgesprek denkt de kopersbegeleider met u mee en adviseert over de voorzieningen die nodig zijn om uw gewenste indeling waar te maken. We zijn door het puzzelboekje uiteindelijk tot een heel mooi ontwerp en resultaat gekomen. In de showroom zijn wij bijzonder goed begeleid en uiteindelijk kiezen wij er toch voor om bij de firma die Van Wijnen ons heeft aanbevolen, want wij willen eigenlijk tot oplevering met keuken en badkamer alleen de controlerende functie. Na het adviesgesprek controleert uw kopersbegeleider de mogelijkheid van uw wensen. Na een week nemen we dit nogmaals telefonisch met u door. Zodra alle wensen op papier staan en het kostenplaatje duidelijk is, treffen we de voorbereidingen voor de bouw. Ja, de begeleiding was goed. Alle opties werden ons voorgehouden en bij vragen konden we die stellen en kregen we snel antwoord. We hebben kijkmomenten gehad, we hebben een officiële opening gehad. Dus we zijn wel betrokken geweest bij het proces. En dat was heel erg leuk om steeds te zien hoe stapje voor stapje je eigen huis gebouwd wordt. Ja, we hadden veel inbreng op het meer en minder werk. We konden natuurlijk kiezen uit een uitbouw wel of niet. De stopcontacten waar je die wil hebben, een muurtje naar voren of naar achteren. Het eindresultaat is geworden wat we ook ervan hadden verwacht. Tijdens de bouwperiode zijn we op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven. En wat heel leuk was, vond ik in de nieuwsbrieven, was dat er ook foto's bij gestuurd werden, zodat je ook het proces heel goed in beeld kon volgen. En dat je op die manier de voortgang kon volgen. We staan hier aan de Paterslaan, waar 2 maanden geleden deze 7 prachtige huizen zijn opgeleverd. Aan de rand van Amsterdam, vlak achter het IJ. Hoewel de woning met de grootste zorg is gebouwd, kan het zijn dat er gebreken optreden na de oplevering. U kunt deze binnen de onderhoudstermijn van 3 maanden na oplevering noteren op het formulier in de meterkast. Deze gebreken worden door onze collega's van de afdeling nazorg adequaat verholpen. Zo'n persoonlijke begeleiding, dat is ontzettend fijn en ook heel nodig eigenlijk. Want dat daar 1 persoon is die heel communicabel is en snel op e-mails antwoordt en die we dan op een gegeven moment ook zien, dat was heel positief. Nou ja, vooral ook omdat je koopt iets en dan blijken daar heel veel keuzes nog aan te zitten. Hè? Je kunt een uitbouw nemen, je kunt variëren met muren, je kunt variëren met stopcontact, je kunt met allerlei dingen variëren waar je zelf niet eens aan denkt. Dus daar is de kopersbegeleiding ook heel belangrijk voor geweest. En daar zijn wij echt wel heel tevreden over geweest. Ja.